Ja, we staan hier in de Petrusbasiliek in Boksmeer, want tijdens de dienst zometeen staat er wat te gebeuren. Ik sta hier bij de pastor, bij Ben Volbers. Ben, wat staat er te gebeuren? Wij gaan vanavond de icoon wijden die van Titus Brandsma is gemaakt. Die staat hier op het altaar en die gaan we wijden. En daar zijn we, dat is een icoon die is gemaakt door een kunstenares in de Verenigde Staten, Vivian Embruglia. En daar zijn we heel blij mee. Dat is namelijk, het is een prachtig kunstwerk en het beeld precies uit wie Titus is. Ze heeft er namelijk 4 mooie schilderingen omheen gemaakt. En die laten zien hoe Titus zijn geloof beleefde in het dagelijks leven. Ja, want wat is de binding met Titus en Boksmeer? Hij heeft hier een paar jaar gewoond. En hij is hier als karmeliet begonnen. Hij is hier ingetreden. En hij heeft dus hiernaast in het klooster gewoond een paar jaar. Daarna is hij ook wel eens af en toe terug geweest. Maar dat is eigenlijk de belangrijkste binding. Hier is hij begonnen. Als we nou het kunstwerk bekijken en de 4 personages die om Titus heen staan, welke treft jou het meest? Ja, die van de gevangenen. Die heeft ze zo mooi uitgebeeld. Hij staat daar in een gevangenispakje, zoals dat ja, is wel een bekende afbeelding. Maar heeft ze om die afbeelding heen, onderaan, heeft ze een ketting gemaakt. En die ketting, dat is symbool van de gevangenschap, maar de ketting is gebroken. En dat vind ik fantastisch. Hij is inwendig gebroken. Titus was een vrij man, ook al was hij gevangen. Dan mogen wij zo meteen getuigenis zijn van de wijding. Als het gebeurd is, waar krijgt die icoon een plekje hier in de basiliek? Hier in de kerk, heel dicht bij zijn borstbeeld. Het borstbeeld staat voor de mensen die de basiliek kennen bij een van de ingangen van de crypte. En daar komt hij te hangen. We moeten nog even wachten, maar we moeten nog goede bevestiging maken. Maar daar komt hij. En wat betekent eigenlijk dit voor jou persoonlijk, Ben? Ik vind het heel grandioos. Maar vooral betekent het dat een man die zo vanuit zijn binnenste geleefd heeft en zo eerlijk en zo consequent en opkwam voor de mensen die in nood waren en met name in de oorlog echt zag dat het nazidom, dat hartstikke fout was zoals dat, en daarvoor zijn leven heeft gewaagd. En hij is dus uiteindelijk gestorven in een concentratiekamp. Dat heeft mijn bewondering. Nou, wij blijven hier om zo meteen ook getuige te zijn van de wijding. Ik zou zeggen, ja, jij moet je eigen klagen maken voor de dienst. Dus dankjewel voor jouw info. En jullie bedankt dat je hier bent. We zijn leven. Met eerbied kijken wij vandaag op naar hem die in navolging van Jezus uw gestalte vormde in ons midden. Uw heilige. Goede God, zegen deze icoon. Wijd ze aan uw toekomst toe. Laat ze uw glorie en levenswil uitstralen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zo dadelijk de altaartafel gereed maken voor de Eucharistie.